Beide mannen. De eerste kamp die we gaan volgen is de finale van de herkansingen. Bij de vrouwen tot 57 kilogram tussen Pernilla Andersson en Magali Baton. De Française. De Française die in de herkansingen Marisabelle Lomba uitschakelde. Overigens is het vandaag geen goede dag geweest voor de Belgen. Alle Belgen zijn uitgeschakeld. Geen medailles, ook geen plaatsen voor de Olympische Spelen. Inge Clement, eerste kamper uit, geen herkansing. Marisabelle Lomba, eerste kamper uit, wel herkansing, 1 gewonnen en dan verloren. Naast mij zit Jean-Marie de Dekker. Ik zou bijna zeggen, jammer genoeg Jean-Marie de Dekker, want dat is het bewijs dat hij niet meer beneden aan de mat moet staan. Hij zal proberen ons doorheen deze uitzending te begeleiden. Maar Jean-Marie, heel even toch over de Belgen over. Dit is een off-day vandaag. Het is een off-day vandaag en een beetje... Ik ben een beetje bedroefd eigenlijk, want tenslotte, ze zijn op een waarde geklopt en gewaarde was dit niet hier. Als ik Inge Clement bezig zag vandaag, dan was dat de Inge niet zoals ik haar kende. Ze stond wat slapjes op de been. En ja, er is heel veel werk aan de winkel wat haar betreft. En ze heeft het niveau na Oostende niet meer gehaald, na Oostende 97, ondertussen 2 jaar. Wat er wel geldt als een stuk excuus dat ze aan haar schouder geopereerd is en amper 3 maanden terug op de mat staat. Maar ja, als je nu... Ik zoek daar geen excuus in. Als je naar een wereldkampioenschap komt, dan ben je topfit en dan moet je er staan om medaille te maken. Ja, want jij hebt daar ook altijd beschermd, naar voren geschoven als de toekomst, de grote. En dat blijft tot nog toe een beetje uit. Ja, in feite zou Sydney voor Inge het hoogtepunt moeten worden, zeker op basis van haar leeftijd. En dan gaan we Wazari eraf. Ja. Heel mooi schouderworp en de Française wordt hierin gepakt en dat verwondert me wel een beetje. Baton is ook zo'n oude coryfee. Die ook al een Europees kampioen en zo geweest is en hier nu toch ingepakt wordt door de Zweeds. Baton dus degene die daarnet Marisabelle Lomba versloeg in de vorige ronde van de herkansingen. Pernilla Wieberg is ook een Zweedse, maar die skiet. Pernilla Andersson, 7e op het vorige wereldkampioenschap. Ja, maar ze is er altijd zo wel dichtbij, maar maakt nooit een medaille. Het is geen echte topper, het is echt een typische subtopper, ja. Kan je zeggen. Ze heeft ook Van Lomba verloren in Oostende, stond ze ook om naar de finale te gaan, maar dan verloor ze ook Van Lomba. Het is een heel moeilijk te bekampen meisje, maar het komt nooit in feite aan de medailles toe. En de Française zal het moeten maken vandaag, want de Fransen hebben nog weinig op het rekest dan een enkel brons voor Brun. En er zal toch meer moeten in zitten, nu wel gevaarlijk. Hè? Ja, de Fransen die... een paar jaar lang eigenlijk het judo gedomineerd hebben, ook op het vorige wereldkampioenschap absoluut het beste dat was land het ook waren. Thuis, dat was het thuis. Was het thuis. Als het in Frankrijk is, dan hebben ze ook altijd alles mee. Ze organiseren in feite om te kunnen winnen. Ja, omdat je hebt dan altijd een heel chauvinistisch publiek, een heel goede beïnvloeding van de scheidsrechters en dan pakken ze altijd een pak medailles mee. Aanval... Oorspronkelijk ingekomen door Baton, maar dan overgenomen door Andersson. Maar zonder enig gevolg. Andersson die duidelijk de beste is in deze kamp tot nog toe. Ja. Verwondert me wel een beetje. Wat de manier waarop Baton in de voorrondes onze Marisabelle Lomba uitgeschakeld heeft, was wel schitterend. De Zweedse kan nu ook gaan verdedigen, kan nu ook denken aan verdedigen. Nog 1,5 minuut. Als het een beetje tactisch goed speelt, wat verstandig, dan ja, moet ze erin slagen om die 1,5 minuut vol te maken met, laten we zeggen, maximum 2 bestraffingen. En dan ziet ze goed. Ze mag er zelfs 3 hebben, want ze heeft nog een Yuko gescoord ook. Als het nu een beetje met haar hersens werkt, is de zaak rond. Maar Baton blijft altijd gevaarlijk. Hoor. Het heeft een armor, we nemen tussen de benen en dat scoort iedere keer Ripon mee. Het blijft gevaarlijk tot het einde, moet wel. Heel alert blij. 5 keer gemedailleerd op een Europees kampioenschap, Baton. Poging tot een offerworp. Het is goed voor ons dat er 2 Europeanen zijn. Er staan veel Europeanen in deze reeks, zodanig dat de plaatsen nog wat open blijven voor ons. We hebben 5 selectieplaatsen voor de Olympische Spelen, buiten wie hier bij de eerste 7 staat. En het is goed. Er zijn dus al 6 Europeanen weg. 6 ja. En een aanval opnieuw van Baton, maar ze kreeg Andersson niet helemaal
onder controle. Zes Europeanen die zich dus niet meer hoeven te kwalificeren via die toernooien. Waardoor je eigenlijk mag zeggen de top 6 is weg. Ja. En dan blijven er 5 plaatsen over. Zie je, dit blijft gevaarlijk. Ook. Een Joeko. Krijgt Joeko, maar dat zal ik toch graag in de herhaling zien. Een van de hoekrechters geeft overigens een Ippon. En ik zou graag een herhaling. Zou de herhaling moeten kunnen uitmaken. Het publiek. Kijk, we gaan het bekijken. Dit is een Ippon, dacht ik. Moeilijke hoek, hoor. Moeilijke hoek om te beoordelen. Maar het ligt soms heel dicht bij elkaar. Ja, Tille van de Kaveijen heeft het gisteren ook mogen ervaren. Maar dat was het duidelijke Joeko, want vanmorgen is zelfs de voorzitter van de internationale scheidsrechtscommissie zegt komen verontschuldigen voor die fout. Maar daar kopen we natuurlijk niks voor. Het was een zuiver Joeko en dan had het voor ons soms anders uitgezien. Maar het gaat ook die allemaal Zweedse moet nu niks meer doen, niks meer doen. Och, voilà, dat is het op de buik, alleen er kan niks gebeuren. Nog 8 seconden. Dat betaal niet meer, moet met haar neus tegen de grond moet ze nu doen. Ze gaat lopen. Ze houdt Baton af. Ja. Ze gaat zelfs nog even aanvallen. Dat is ook Joeko. Maar nu moet ze opletten voor de armklem. Het is voorbij. Wat is voorbij? Ze zat daar even bijna in een armklem. En ze wint. Verdient. Ja. Hoewel verdient, het publiek is het er niet mee eens, want ze ontsnapte toch ook wel aan een zwaardere score dan die Joeko. Dus verdient gezien de hele kamp, maar anderzijds is ze daar ook wel ontsnapt aan. Maar ze heeft ook een scorebord. Ze had ook al een Wazari gescoord, Joeko, Koka. Maar goed, als de scheidsrechter daarvoor een Ippon geeft, ja dan... Dan is het gedaan. Dan is het gedaan. Dan is de knock-out. En het kan, het had kunnen zijn, want ja, het gaat ook zo snel. Dat vergissingen soms wel begrijpelijk zijn, denk ik dan.